De Super Bowl is in Amerika het sportevenement van het jaar. Morgenavond bij Veronica een sportspecial over deze spectaculaire finale van het Amerikaans voetbal. Met daarbij ook aandacht voor de show eromheen en een zeer uitvoerige uitleg van de spelregels. Morgenavond om 11:30 op Nederland 2 Topsport bij Veronica. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de eerste auto reed. In 1885 reed in Duitsland de eerste auto ter wereld. Daarvan deze replica. Aan dit, voor de meeste onder ons heugelijke feit, besteden we bij Veronica aandacht in een driedelige serie. Deel 2 gaat over de invloed van de auto op onze maatschappij. En in deel 3 wordt de geschiedenis van de autosport behandeld. We beginnen de serie echter donderdag aanstaande met de ontwikkeling van de auto. 100 jaar heilige koe dus, de komende 3 weken bij Veronica. Een serie die u niet zult willen missen. Lid worden van een omroep doe je niet alleen voor de programma's. Ook het programma Blad is erg belangrijk. Geen wonder dat Veronica nog steeds het snelst groeit. Want naast goede programma's heeft Veronica een fanfabelachtig blad. Lekker dik, informatief en een jonge aanpak. Voor 25 piek ben je lidabonnee tot 86. 25 piek. 020-888-88. 035-284-3x6 en 49541. Met Veronica kun je maar beter vriendjes zijn. De 2 uur zenden we de spannende speelfilm The Getaway uit. Een misdaadsfilm naar de roman van Jim Thompson onder regie van Sam Peckinpah. In de hoofdrollen ziet u onder andere Steve McQueen en Ailey McGraw. In de film spelen ze een echtpaar dat in opdracht een bankoverval moet plegen. Aanvankelijk gaat alles goed, maar al gauw loopt de zaak finaal uit de hand. Ten slotte nog dit, de filmkeuring. Acht deze film niet geschikt voor personen onder de 18 jaar.